En ik ben sterrenkundige in Leiden aan de universiteit. En ik werk met computers en aan de sterrenkunde. En dat is leuk. Want er zijn heel veel dingen. De ruimte is heel groot natuurlijk. Er zijn heel veel fysische processen aan de hand aan de gang in de sterrenkunde. En die kan je niet in het laboratorium doen. Dus ik kan niet een zwart gat in mijn laboratorium maken. Ik kan niet sterren in mijn laboratorium maken. We hebben geen kamer waar je heel hoge energetische deeltjes op elkaar kan laten botsen. Al dat soort dingen. Sterren die je ten opzichte van elkaar laat bewegen met de natuurwetten. Maar we kennen wel de natuurkunde voor een heel groot deel. Niet helemaal, maar voor een deel kennen we de natuurkunde. Dus als je de natuurkunde kan formuleren met wiskunde, dan kan je die in de computer stoppen door de computer te programmeren. En dan kan je je experimenten niet in een laboratorium doen, maar op een computer doen. Het is ook een mogelijkheid om dingen te doen die je in de natuur niet kan doen. Ik kan bijvoorbeeld een zwart gat nemen en ik neem een ander zwart gat en ik laat ze op elkaar botsen en dan kijken wat er gebeurt. Nou, in de ruimte moet je dan wachten totdat er toevallig twee zwarte gaten op elkaar botsen. En dan moet je toevallig ook nog je telescoop opgericht hebben en de juiste golflengte, et cetera. Ja. Dus je hebt veel meer controle over je experiment. Dit is R136, dat is een sterrenhoop, voor mij een sterrenhoop, in de grote Magellaanse wolk. Dus eigenlijk in onze astronomische achtertuin, zou je kunnen zeggen. Bestaat uit ongeveer 100.000 sterren die allemaal om elkaar heen bewegen. En die zijn net gevormd, die zijn piepjong. Dus een soort babyfoto van een groep sterren. En wat je eromheen ziet is het gas waar ze uit geboren zijn. Dus je ziet dat paarse spul of dat bruine spul. Ja. Dat is het gas. En die sterren die zijn daar net uit geboren. Die zijn blauw, want die zijn ontzettend heet. En dat maakt ze blauw. En die blazen dat gas weg. En een van de dingen waar we in geïnteresseerd zijn is hoe bewegen die sterren ten opzichte van elkaar. Kan de beweging van het gas, de hydrodynamica, de vorming van sterren, de evolutie van sterren en het oplossen van de bewegingsvergelijkingen, dus Newton feitelijk, kan ik allemaal programmeren in de computer. En daarmee kan ik het oplossen eigenlijk, kan ik het uitrekenen. Ja. En dan kan je het uitrekenen, dan kan je natuurlijk plaatjes van maken. Maar eigenlijk het interessantste zijn eigenlijk gewoon de getallen. Hey, dit is, we hebben hier een plaatje voor staan. Hè. Is dit waar jullie dit mee doen? Ja, dit is een computer die we zelf gebouwd hebben op basis van spelletjeskaarten. En dat hebben we gedaan. Spelletjeskaarten die kosten natuurlijk heel weinig. Je gaat naar de winkel en je koopt een spelletjeskaart voor 200-300 euro. Ja. Als je die nou een paar van in een pc stopt, die is ook niet zo duur. Dan kan je door ze aan elkaar te koppelen, kan je een hele krachtige computer maken. Waar je heel goed rekenwerk op kan doen. En spelletjeskaarten zijn er erg geschikt voor. Want spelletjesmakers die willen graag fysica in hun kaarten hebben. En spelletjeskaarten die werken met pixels op een scherm. Dus dat hebben x- en y-coördinaten en soms ook een z-coördinaat. En die hebben een transparantie en een lichtkracht. Dat is zeg maar zoals je het beeld codeert. Ja. Nou, in de zwaartekracht heb je een x-, y- en een z-coördinaat. Gewoon de ruimte, zeg maar. Je hebt een lichtkracht. En je hebt de zwaartekracht. Dus eigenlijk doe je precies hetzelfde. We moeten natuurlijk, nadat je de hardware gebouwd hebt, moet je natuurlijk nog de software schrijven. Dus je moet ook de code schrijven om het allemaal uit te rekenen. En dat gaat op verschillende niveaus. Dus je moet de grafische kaarten aansturen, je moet de pc aansturen, je moet zorgen dat het allemaal netjes samenwerkt. En je moet de fysica natuurlijk netjes oplossen. En dan de data wegschrijven en dat dan daar iets mee doen verder. Hè? Het mijnen van de data, het ontginnen van de data. En is het afdoende? Nou, uiteindelijk natuurlijk nooit. De computer is natuurlijk nooit snel genoeg. Ja. En over 5 jaar heb je dit soort apparaat op je telefoon zitten. En dan zijn we ook gelukkig, zeg maar. Maar dus dan wil je grotere computers hebben. Je moet voorstellen dat je leert fietsen op een driewielertje. En dan zet iemand je in een racewagen, een Ferrari racewagen of zo. Hè? En dan zegt hij van, ja, maar je hebt toch leren fietsen. Dan kan je toch ook wel eens een racewagen rijden. Maar dat is dus ongeveer het schaalverschil waar je aan moet denken. De machine is een miljoen keer sneller dan een normale pc. De codes die je daarvoor moet schrijven, de code op een gewone pc schrijven kan al heel ingewikkeld zijn. Maar om dat dan ook nog eens helemaal parallel te doen, dus je moet alles moet zoveel mogelijk proberen alles tegelijkertijd uit te rekenen. Want al die computers die staan allemaal niks te doen als jij ze geen opdracht geeft. Ja. Dus je moet ze allemaal een opdrachtje geven. En dat moet je heel efficiënt doen, want de tijd dat jij ze opdrachten geeft, die telt ook mee. Dus, en al die tijd dat je aan het wachten bent. De klok loopt door, de elektriciteitsrekening loopt door. Je rekening überhaupt voor het gebruik van de machine loopt door. Dus je moet ze heel efficiënt aangeven wie wat moet doen. En dan moet je zorgen dat ze zo hard mogelijk aan het rekenen zijn. En dan moeten ze al die data weer terugsturen naar jou. Want jij wilt natuurlijk uiteindelijk weten wat eruit komt. De voorbereidingstijd voor zo'n berekening is 1 à 2 jaar. En het nadeel is, die computers die zijn snel, hè, die zijn vers, zeg maar. Die staan voor 3 jaar
4 jaar misschien. Ja. Dus op het moment dat zo'n computer gebouwd wordt, met name Titan, hè, die bestaat nu 2 jaar. We hebben 2 jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van de code om erop te runnen. En volgend jaar wordt die computer afgedankt. Dus wij moeten tussen nu en volgend jaar moeten we onze berekening kunnen doen. We moeten tijd krijgen op die machine, anders dan wordt die computer afgedankt. Dan hebben we een code geschreven voor de computer die al afgedankt is. Ja, daar hebben we natuurlijk niks aan. Dus de omslagtijd voor dit soort werk is heel groot. Als je alles begrijpen 1 noemt en niks begrijpen 0, dan denk ik dat we nog dicht bij de 0 zitten. Ja. Maar het hangt vanaf van het detail eigenlijk wat je begrijpt. Je hebt het net zoiets als dat je, als je naar een ster kijkt, als de zon, op de zon zijn er hele andere problemen die we niet begrijpen dan als je naar een andere ster kijkt. En de problemen die we bij bijvoorbeeld een andere ster niet begrijpen is hoe hard roteert die bijvoorbeeld. Nou, bij de zon, je kijkt naar de zon en je ziet hoe hard die roteert. Maar als je naar de zon kijkt, dan kijk je bijvoorbeeld naar vlammen die erop gebeurt, magnetische velden die interageren met elektromagnetische deeltjes. En dat kunnen we bij die andere sterren niet zien. Dus de vraag die je stelt en de complexheid waar je mee te maken heeft te maken met hoeveel weet je van het object. En hoe meer je ervan weet, hoe subtieler de vragen worden. Het is bijna niet voor te stellen wat voor een revolutie dit is. 20 jaar geleden, laten we zeggen 20 jaar geleden. Wat nu een supercomputer was 20 jaar geleden. Wat 20 jaar geleden een supercomputer is nu, daar ga je niet eens meer op rekenen. Dat is niet eens de moeite waard meer. En het gaat maar door. Dus al die computerkracht, terwijl wij nog steeds, heel veel wetenschappers zitten nog steeds in de stramien van, ja, maar daar hebben we niet de rekentijd voor, dat kunnen we niet allemaal uitrekenen. Dat kan je wel uitrekenen. Computers zijn snel, je hebt die grafische kaarten, die spelletjeskaarten die een computer 100 keer sneller maken. Iedere middelbare school heeft 10 van dat soort pc's staan. Koppel de hele zooi aan elkaar en reken je helemaal suf. Ja. Dat kan allemaal. Alles staat op internet. Computers zijn snel, het is een mecca voor de computationeel astrofysicus. We willen eigenlijk een kaart maken van de Melkweg. Van eigenlijk de hele Melkweg. Dus dat is een 100 miljard sterren. En voor het eerst kunnen we dat doen, denken we. Maar anderen moeten ons geloven dat wij het kunnen. Ja. En dat het interessant is. Dus we willen de beweging van alle sterren uitrekenen. En dat willen we vergelijken met resultaten van de Gaia-satelliet. Gaia wordt op 19 december gelanceerd. En een satelliet die de positie van een miljard sterren in de Melkweg heel nauwkeurig gaat bepalen. En niet alleen de positie, maar ook de snelheid. Dus plotseling hebben we de, zoals wij het noemen, de zesdimensionale faseruimte informatie over de Melkweg. Om het heel technisch te zeggen. Maar geheid dat we niet gaan begrijpen wat we zien. Want er gaat zoveel informatie komen, een miljard sterren, waar je de posities en de snelheden van kent. Dus je wil voorbereid zijn. En één manier om je voor te bereiden is door nu al berekeningen te doen. Zodat als straks over 2 jaar, hè, dit jaar wordt december gelanceerd, maar over 2 jaar komt de eerste data echt binnen. Dan wil je natuurlijk meteen klaarstaan. En dan wil je zeggen, ja, maar ik begrijp dit. Ik zie dat die satelliet dit gezien heeft. Maar dat betekent dat, want dat zit ook in onze berekeningen. De grote vraag, de nieuwsgierigheid die ieder mens heeft. Het kijken naar de hemel, het kijken naar de maan van, god, wat is dat voor rare steen die er hangt? Waarom hangt die daar eigenlijk? Waarom zitten er allemaal putjes op de maan? Dat soort simpele vragen alleen al. Waarom is het dag en nacht? Waarom hebben we seizoenen? Hoe zijn de ijstijden ontstaan? Heeft dat te maken misschien met onze beweging van de zon in de Melkweg? Waar is de aarde geboren? Is de aarde geboren om de zon? Allemaal vragen waarvan ik denk de meeste mensen wel denken van, ja, dat zou leuk zijn om dat eens echt goed antwoord op te krijgen.